De regering heeft zich op het standpunt gesteld dat de democratische principes altijd heilig zullen zijn. Deze regering bemoeit niet, mengt zich ook niet in lopende strafzaken. Op dit moment is er een onderzoek gaande. Ik vind het jammer dat een bepaald assembleelid iets heeft doen overbrengen, alsof hij een nieuwigheid had ontdekt, waarmee hij waarschijnlijk het onderzoek van het Openbaar Ministerie nog meer schade toebrengt en daarmee zijn land nog meer schade. Wie? Maar sommige mensen vinden het belangrijk om populistische handelingen te plegen. Maar zaken die bij de rechter liggen en zaken die nog lopen, of tenminste bij het Openbaar Ministerie liggen, zaken die lopen, waarbij er lopende onderzoeken gaande zijn. Daar bemoeit de regering niet. En de rapportageplicht ligt ook niet bij de regering. De feitelijke verantwoordelijkheid van het totaalbestuur van dit land ligt wel bij de regering. Maar als er een strafzaak is, bemoeit de regering niet. Dus mocht het zijn dat u informatie rakende deze case nodig heeft, terwijl die case nu nog gaande is, die case is nog niet opgelost, er is nog geen rapportage geweest naar het kabinet van de president, dan kan de president daarover niet uitkomen, omdat elk ding dat je zegt op dit moment een ander licht kan doen schijnen of kan maken dat verdachten die in beeld werden gebracht, dat zij nu vluchtgevaar gaan vormen en dat mensen zich gaan onttrekken van de wet. En ik denk dat het specifiek lid dit ook wel weet. Wie? Maar het zou wel prettig zijn wanneer we in Suriname het belang van Suriname voorop stellen aan ons eigen belang. Wanneer komt de president daar uit? Want de autoriteiten, het OM, de justitie, we krijgen weinig informatie, maar de samenleving en de geruchtenmachine gaat daardoor steeds lopen als de autoriteiten zwijgen. De autoriteiten kunnen in een lopende zaak nogmaals samen. Ik kan me voorstellen, want als de autoriteiten nu zeggen, Lukunomi hoort drie man, Mesuku ete siksi, dat is siksi manatolowe. Het gaat om een spraakmakende zaak waarbij de autoriteiten alle ruimte moeten krijgen om het onderzoek zodanig te plegen. De minister van Financiën heeft dat gezegd. Toesan miwani. Miwan sap fasan die sitsa, zodat nooit moro anokapsa. En miwan, mimoni baka. En al die zaken kunnen we dwarsbomen als we nu informatie her en der gaan verspreiden. Dus de regering zwijgt niet omdat het de regering niets aangaat. De regering zwijgt omdat alles wat je zegt op dit moment anders overgebracht kan worden of een direct invloed kan hebben op een lopende strafzaak. En dat willen we niet. NDP vraagt dat de minister van Financiën op non-actief gesteld moet worden. Hoe is dat overgekomen bij de regering? Gaan jullie mee met hetgeen de NDP vraagt? Roosevelt vraagt dat de NDP het belang van Suriname voorop stelt en stopt met populistisch doen. Ik hoop dat de NDP daaraan mee wil gaan.